Bink TV. Internettelevisie op zijn turnouts. Sam, we zitten bij Wereldoorlog 2. Turnout hard geleden. Allee, we zijn, mijn grootouders zijn op de vlucht gegaan naar Frankrijk, maar de Duitsers waren rapper, dus ze zijn teruggekomen. Ja, Wereldoorlog 2, wat heet dat in turnout? Veel turnout zijn inderdaad toen op de vlucht geslagen, uitgelicht voor de Duitsers, maar al bij al is er in mei 40 bijvoorbeeld niet zoveel gebeurd. Er is een klein beetje gevochten in de Otterstraat. Mm-hmm. Een paar maanden gesneuveld, maar toch niet te vergelijken. Ik weet niet wat er zit op andere plaatsen. Er is wel verzet geweest? Er is verzet geweest, zoals overal. En collaboratie. En collaboratie ook. Maar er is van die haatacties dat de mensen eerst niet schoten op straat, dat is er toch gelukkig niet geweest. Er zijn een aantal verzetsmensen omgekomen in de concentratiekampen, want het turnhoutsverzet is heel hard getroffen door infiltraties, verraad en arrestaties. Waaronder een zekere Camille van Balen. Camille van Balen, dat was een schrijver, een beloftevolle schrijver, dat werkte in de bibliotheek hier op de markt. En die is dus ook opgepakt als lid van een hele groep. En die is in de concentratiekampen. Die is hier na Wereldoorlog 2 of is over Wereldoorlog 2 nog iets te zeggen? Bij de bevrijding hebben we eigenlijk geluk gehad dat er eigenlijk bijna niet gevochten is. Ik denk dat sommige gemeentes, als ik zeg maar Balenheid of een rechtsplaats. Dus toen is het bijna geweldloos bevrijd, behalve het meest nodige stuk van de stad. Maar voor de rest is hier met de bevrijding zijn we al een erg ontsnapt. Er zijn ook weinig bommen gevallen onder de molen. Want we zaten niet meer risicozones. Ik zeg maar iets rond de kazerne, rond het station. Maar er zijn wel een paar bommen gevallen, maar toch niet om te zeggen dat alles weggeveegd is. Oké, na Wereldoorlog 2 gaan we toen nog breed verder uit veronderstellen qua industrie. Er komen altijd nieuwe straten bij, dat is ook typisch. En die nog altijd te vinden zijn natuurlijk. En dan begint na de Tweede Wereldoorlog ook de welvaart te stijgen. Ook voor turnhout. Mm-hmm. En komen er bedrijven bij die de turnhout als meer welstand zullen bezorgen. Ik noem alleen maar Philips in 1955. Heel blij gespeeld. Begin dat industrieterrein. Daar hebben duizenden mensen gewerkt. Ja. En daaronder is dus een heel groot industrieterrein uiteindelijk gegroeid. Maar ook bijvoorbeeld de Jans Pharmaceutica is hier in 1953 bescheiden begonnen in de Stationsstraat. En is dan verrast tot de Pool naar Beersen. Tot de wereldspeler dat het nu tot, is. Ook de Ringlaan, wat zeg je, het doortrekken van de Ring of de Autostrade? De Autostrade komt er dan in 1960, de N34. En met drie afritten is het toen uiteraard van cruciaal belang voor de ontsluiting van de stad. Want na de Tweede Wereldoorlog komt ook koning auto aan de macht. Ja. Ja, en dan beginnen echt bijna iedereen auto's te krijgen, staat de markt ook al te volgepakt. En dan begint dan in die periode begint Céline Soudal, een meer recent economisch succesverhaal dat het vandaag duurt. Dus dan wordt toen al een moderne welvarende stad eigenlijk. Ook de Warande? De Warande begint in 1972, cultuurcentrum, met bibliotheek. Frans van Mechelen, de cultuurminister, was afkomstig van turnhout. En dat was natuurlijk een voordeel. En die wilde graag een cultuurcentra, ook in kleinere steden. En zo is hier de Warande gekomen. Een groot cultuurcentrum voor dan een kleine stad. Hè? Dat was een heel groot centrum. Een ontzettend culturele verrijking toen. Hè? Ja, dat was een top van vandaag. Hè. Dat is een steunpilaar voor het leven in de stad. Eigenlijk. Ja. En wat zijn dan de historische of geschiedkundige feiten die zich in de jaren 70, 80... Opkomst van meer diversiteit in de politiek. Ja. In de jaren 70 begint dan de opkomst van de Groene Beweging met Stad voor de Mens. Ja, ook al. Ja. Met Jan Michiels en aanhang, die dan de gemeenteraad altijd urenlang domineerden, dat is bekend. Hè. En dan ook andere politieke partijen komen hierop, stel de Liberalen, de Volksunie. De eerste keer dat de absolute meerderheid hier valt in 82. In 82 wordt dan de meerderheid van de CVP gebroken en komen de Liberalen mee aan de macht. En dat zal toch enkele tientallen jaren duren. Ja. En die hebben tegenwoordig samen nog maar 5 zetels, maar die hebben ooit samen de volstrekte meerderheid. Dat is de nieuwsgeschiedenis. Uw boek, dat heb ik eens laten zien, uw boek eindigt in 2011 of 2012? 2011. 2011 met? Het aanleg van de wijk Meulenkinde, want er worden nieuwe wijken aangelegd, want toen dat krijgt altijd maar meer inwoners. Tegenwoordig wordt er gewerkt aan een nieuwe wijk aan de Heizijde. En ook in de binnenstad wordt meer volgebouwd, zoals iedereen wel kan vaststellen. Ja. En ja, er komen meer grootwaardenhuizen in de stad. Ook, dus nu zitten we na uw boek. Ja, in 2000... Dan ga ik een nieuw filmpje voor starten. Bink TV. Sam, het boek stopt in 2012. 2011, 2012. Maar op die 10 jaar, we zijn nu 10, 12 jaar verder, is nog wel wat gebeurd. Tenova is eigenlijk politiek al begonnen in 2006, maar
Ik krijg in het laatste decennium wel een... Toen nog was een, schuit, hè? Was een echte stadskanker en dat gelaat de man niet opgelost omwille van het complexe dossier. Maar de laatste pakweg 10 jaar is daar dan toch verandering in gekomen. En dat is nu het stadsdeel Turnova geopend met een toren die de skyline van de stad heeft veranderd. Ja, het is in 2006 begonnen. 2012 daarna verkiezingen. 2013, wel een belangrijk. 2012 verkiezingen, juist. En belangrijk is dat dan de N-VA de verkiezingen wint. De eerste keer een niet-CD&V burgemeester, hè? Sinds de eerste burgemeester, Weilen Edwin Brentjes, niet uit de katholieken zelf, de eerste keer sinds de 19e eeuw. Ja, ja. Dat was geen succes, maar het is toch wel een mijlpaal geweest. Ja, dat is een mijlpaal geweest. Het was geen, je kunt inderdaad wel zeggen dat het geen succes is geweest. En ook meer de socialisten en de groenen in het bestuur zitten. En Tim, ook een fenomeen dat in Turnhout weinig bekend was, stadslijsten die enig succes boeken. En Tim heeft dan toch wel wat zetels gehaald. Ja, maar dat was vaak een afscheiding van de CD&V. Ja. Dus die hadden hun achterban. Wat is in het laatste decennium nog elementen geweest die jou zijn opgevallen of bijgebleven? Of die jij als geschiedkundige blij vindt? Ja, bekend in de hele stad is natuurlijk het zwembad en de perikel. Het dossier van het zwembad. Ja, en dat is dan ook opgelost geraakt. Het zwembad in het stadspark is uiteindelijk goed beginnen draaien. Ja, dus het probleem is opgelost. Ja. Bijvoorbeeld de opening van de Utopolis Cinema aan de Graattakker, toch ook wel belangrijk voor het Turnhoutse ontspanningsleven. De heropleving van het voetbal? Dat gooi ik nu even op tafel. Ja, dat is failliet gegaan en dan is het huidige kaartentuurbal begonnen. En we spelen nu een tweede amateur, maar het blijft toch... Ja, het gaat beter dan vroeger. Ja, het gaat beter, dat klopt. En de Egyptenaars zijn eigenlijk gelukkig vertrokken. Het is terug campus geworden. Het is campus, klopt, ja. Belangrijk voorbij jaar was dan de coronacrisis, die overal wel toegeslagen heeft, ook in Turnhout. En dan ook een aantal slachtoffers gevallen. Gelukkig is dat nu stilaan voorbij. Ja. Fusie van de ziekenhuis? Dat is ook nog belangrijk. Vroeger werken die twee ziekenhuizen, Sint-Josef en Sint-Elisabeth, elkaar nogal tegen. Maar tegenwoordig hebben die elkaar toch wel gevonden. Ja. Is niet, dat is ook wel een belangrijk politiek dossier. Dat is een politiek dossier geweest, maar dat is ook geregeld geraakt. Dankjewel. En tegenwoordig is dat een grote samenwerking. Ja. Ik wou zeggen, de Parking Le Bon. De Le Bon zitten die ontwikkeld is, ook... Ook nu een beetje terug in gang. Opleving krijgt. Ja, de leegstand in de straten is... Dat is ook iets waar je dat gewoon kunt naastkijken. Ze zeggen ook altijd, geschiedenis, uw verleden kennen is ook een beetje essentieel om in het heden en naar de toekomst te kijken. Dat is ook zo. Wel leert het verleden ons... Hoe kijk je als geschiedkundige naar de toekomst? Ik denk persoonlijk dat corona het begin is van een nieuw tijdvak in de geschiedenis. Dat denk ik in het algemeen. Dat geldt volgens mij ook voor Turnhout. Ik denk dat Turnhout al voor een stuk veranderd is. Het tijdperk van het katholieke blanke Turnhout is eigenlijk voorbij. De bevolking is nu tegenwoordig meer divers. Dat is duidelijk. En dat is een evolutie die zich volgens mij ook gaat voortzetten. En ook technologisch de wereld gaat veranderen volgens mij. Gaan we daar de baas kunnen? Hopelijk. Dat is het enige zinnige antwoord dat ik erop kan geven. Ja. Maar dat is iets dat in alle centrumsteden en velden wereldwijd zich afspeelt. Dat is gewoon wereldwijd. Zitten er dossiers in de pijplijn die het volgende decennium in Turnhout impact gaan hebben? De verkiezingen? Volgend jaar zijn het verkiezingen waar iedereen wel naar uitkijkt, denk ik. Ik denk dat er toch wel wat verschuiving van komen in de gemeenteraad. Afwachten. Welke dossiers in de toekomst belangrijk zullen worden, dat valt niet te voorspellen. De corona heeft het bewezen, dat kan op een paar weken tijd kan de wereld compleet veranderen. Ja. Dus ik ben ook een historicus en je kent de toekomst ook niet, hè? Nee, je kent ook de toekomst niet. Het verleden misschien wel, maar de toekomst niet. Nu, als ik een boek las, was ik direct getriggerd van hoe weinig ik wel zelf over de geschiedenis van Turnhout kende. En toch, en je denkt, hier is niks gebeurd, maar... Er zijn toch wel de loop van de geschiedenis kun je perfect terugvinden in het Turnhoutse verhaal. Van de Romeinen, de Franken, de Bourgondiërs, de Habsburgers. De Turnhoutse geschiedenis is heel typisch voor pakweg Vlaanderen. Dat blijkt bijna het alle mogelijke onderdelen van. Turnhout is een heel typische stad, provinciestad met een heel typische geschiedenis. Mm-hmm. En dat maakt het toch heel interessant om het te bestuderen. Het is een heel interessante case study. Ja. Wink TV. Internettelevisie op zijn Turnhouts.